PZN wordt mede mogelijk gemaakt door Veerman Schilder en Afbouwcombinatie, juwelier Piet Schilder, Topsy, World of Fashion, Triple Showtechniek en Carré Wonen, Slapen, Keukens en Badkamers. Vandaag zitten we hier met Willem de Beukelaar en Martin de Boer. Welkom. Ja, welkom heren. Dankjewel. Ik ga gelijk even starten met jou, Willem. Want de meeste mensen zullen jou kennen als kroegbaas. En nou heb ik wel een opsomming gemaakt van... Ik hoop dat ik geen namen vergeet. Want jij bent onder andere bekend van Café Ome Jan, Tante Roosje, De Waag, Beuks en De Ster. Café Centraal. Café Centraal. De Dijk, Tapas Tia Rosa, Regeloesgracht Amsterdam. Ja. En vroeger bij mijn ouders in het Mark en Veerhuis in Monnikendam. Daar is het allemaal begonnen. Ja. Dus eigenlijk van vader op zoon is dat horecaleven een beetje overgeslagen. Ja, klopt. Alle tweede levens zijn overgeslagen. Ja, film en horeca. Ja, absoluut. Ja, want dat was mijn volgende punt. Want daarnaast heb je nog een totaal verschillende carrière naast een horecabaas. Klopt. Wil je daar iets over vertellen? Ja. Het was eigenlijk meer zo. Mijn vader deed vroeger horeca erbij, omdat je van film niet, kon je gewoon niet van leven. Dat is bij mij een beetje ingegroeid. Tot in, even kijken, 96, 97 lang geleden. Toen begon die film zo aan mij te trekken. Dat ik daar wel echt voor gekozen heb. En toen kwam in één keer, toen ben ik echt gaan filmen. En dat ging echt heel hard. Dus kwam ook in Nederland de mogelijkheden in één keer om echt dingen te doen waar je op hoopt, zal ik maar zeggen. Dus dat ging allemaal hartstikke goed. Maar goed, horeca zat er toch best wel een beetje in. En toen op een gegeven moment zei Roos, mijn vrouw, die zei van, joh, ik ben een beetje klaar met jouw leven. Ik zit hier maar. Ja. Dus kom maar op. Dus heb ik Café Centraal gekocht in 2005. En daar is eigenlijk toen alles zo achteraan gekomen. Dat een beetje eigenlijk. En, ik was niet altijd in de horeca, hoor. Ik bedoel, ik heb wel altijd waanzinnige goede mensen bij me gehad die dat dan deden, gelukkig. Dat ik zelf een beetje door de wereld heen kon zwerven. Ja. Oké. Maar je bent eigenlijk dan stuntman of je had een stuntbedrijf? Ja, zeker. Ik ben zelf nooit een goed stuntman geweest. Kan het wel, maar zeker niet briljant. Maar ik weet wel hoe het moet. Ja. En ik weet hoe je het in beeld moet brengen. En ik weet wat en wie je ervoor nodig hebt. En dat is al heel wat. Ja, want als ik dan nu zo hoor. Je bent zelf niet stuntman, maar je hebt wel een stuntmanbedrijf. Ik heb alle stunts die er bestaan in de wereld heb ik gedaan. En 60% daarvan ben ik gewoon heel slecht in. maar ik heb het wel gedaan, dus ik weet wel ongeveer hoe dat dan moet. Maar kas je dan mensen die dat dan gaan doen? Kijk, vroeger, ik heb vroeger Katja Schuurman wel gedubbeld. Dat ziet er best gek uit. voor sommige mannen ook heel interessant, moet ik eerlijk zeggen. niet zozeer voor jou, Martin. Nee, dan is deze maar geplaatst. Lang, kort, dik, dun, zwart, wit, geel, paars. Noem het maar op. En dan vooral ook, wat kan je dan? Ja. Als jij bijvoorbeeld heel erg op een actrice zou lijken, maar je kan niet auto rijden, dan kan ik je daar alvast niet voor gebruiken. Ja. Zo, een beetje sim, maar dit is wel eigenlijk zoals het ook echt is. Maar er zijn weinig skills voor nodig om een stunt man of vrouw... Eigenlijk niks, ik heb het 16 jaar gedaan. Kim. Ja, is goed. Leuk. Jij bent ook mooie, sterk en sportief. Jij kan op pad, wel. Op pad met plat. Ik vind mee op pad met plat. Dat is een item in dit programma. Plan het maar. Gaan wij een dagje mee. Ja. Stunten. Kan het niet afwachten. Een goede stunt.
Zeker. Ja, gewoon van een flatgebouw in zo'n kust en zo. Ja, ja. Ja, je legt de lat ook meteen letterlijk in figuurlijk al. Ja, We gaan niet voor half werk. Ik kan niet afwachten. Ja, nou, doe dan maar. Ja. Ik hoor het wel. Ja. Maar nu ben je, zit je in de jury van een, met de awards en zo? Ja, ik ben, ja, het is, ik krijg het bijna niet uit mijn mond vandaan, maar ik ben lid van de Academy. Dus jureer mee over welke film Oscars krijgen, de ja of de nee. Dat is best wel een dingetje. Okay. Dat is, ik heb geen idee hoe ik daarbij gekomen ben, in alle eerlijkheid. Ik kreeg in één keer 's morgens van mijn zoon, van Quincy, een appje. Van, ouwe, gefeliciteerd. Waar heeft die man het over? Want die is nooit om 7 uur wakker. Maar, of hij was nog niet naar bed geweest. Ja. Dat zou ook nog kunnen. Die kans is denk ik groter. Is behoorlijk aanwezig. En toen ging ik eigenlijk in mijn mailbox kijken. En toen zat er in de spam notabene, zat er een mailtje van de Academy van beste Willem, jurylid. Dus dat. Dus ik ben nu bezig met 200 uur films kijken. Je moet dan zelf echt al die films kijken en je mening geven. Ja, dat vind ik wel. Ik neem het wel serieus. En als je een film maakt, ben je daar 3 jaar van je leven aan kwijt. Ja. Dan zou het toch wel heel erg naar zijn als een of andere boer uit Vallendam vandaan denkt van, nou, ik scroll hem even door. Ja, zeker. Weet je, dat zou ik echt onmogelijk vinden. Maar Kim, 200 uur films kijken, dat is ook al wat voor jou. Hoe kom ik in zo'n jury? Nou, ik heb er inmiddels wel een paar gezien, maar het is niet allemaal pret, hoor. Nee. Die winnen er waarschijnlijk ook nog. Dus, Ja, dat heb je vaak. Je moet volgens mij naar hele andere dingen kijken. Klopt. Als je zo'n prijs wil uitreiken. Ja, de eer is waanzinnig, want dat merk ik wel. Ik kom nou in één keer met mensen in aanraking, dat je bij je eigen denkt, oké. Ja. Voor de handel, hè, want die mensen interesseren me verder niet zoveel. Maar er gaan in één keer 4 deuren open waar je anders niet doorheen komt. En dat is gewoon best wel... Ja. Prettig. Dat is altijd goed. Voor de handel, Martin, toch? Ja, het zal, naast jou zit natuurlijk Martin. Ik had me even verdiept in jou. Man, schoonzoon, zoon, vader, broer, zwager, buurman, vriend, Zwarte Piet, fietscourier, kledingcourier, sushicourier, taxichauffeur, ICT en bingo-organisator. En tegenwoordig ook werkzaam bij de Europarks. Ja. Je draait je hand eigenlijk nergens voor om. En we zijn daarom ook heel blij dat je toch even tijd voor ons kon vrijmaken. Heel fijn. Maar als er iets wordt georganiseerd hier op het dorp, dan ben je er volgens mij altijd bij. Ja, dat kun je wel eigenlijk zo stellen, ja. Ja. Dat is al, vanaf het begin is dat wel gebeurd. Dus ik ben overal wel bij betrokken geweest, of wordt opgezet. En hoe komt dat dan zo? Ja, dat is toch... Ik zit niet graag stil, dus dan ik word al heel snel zenuwachtig. En als er, ja, vooral als er iets gebeurt, dan ben ik wel altijd degene die... ja, jongens, we moeten verder en dingen oppakken. Ja. Nou, dat was met de kermistent die ik opgezet heb. En toen Sinterklaasshow. En nu ook met de bingo, weet je, tijdens corona. Ja, ik kom wel snel in actie. Altijd een beetje achter de schermen. Ja. Dus en bij Corendon en Europark wel redelijk voor. Ja. En, maar ik zit niet graag stil en ik help graag anderen. Dus dat, ik vind dat wel altijd leuk. Ja, is het leuk voor de gemeente. Je benoemde dat als dat je hiervoor bij Corendon hebt gewerkt. En onlangs heb je de overstap gemaakt naar Europark. Europark is wel een iets kleiner bedrijf dan Corendon. Waarom heb je dan die beslissing gemaakt? Ja, nou ja, eigenlijk precies toen ik 7 jaar geleden bij Corendon binnenkwam, waren we eigenlijk Turkije-specialist met 200 miljoen omzet. En waren we eigenlijk heel klein en zeiden heel veel mensen, daar ga je niet mee vliegen, want dat zijn al die Tokkies en dat zijn die Turkse vliegtuigen. En toen begon ik eigenlijk klein en waren we eigenlijk nog een heel klein bedrijfje. Of klein, maar met 200 miljoen omzet. En dat hebben we opgebouwd naar 1 miljard omzet bij Corendon. En eigen hotels, eigen vliegtuigen. Dat heb ik 7 jaar mogen doen met Atelier. En nu kwam eigenlijk gewoon weer dezelfde uitdaging naar voren. Europarks is nog, nu nog klein, of nou, klein 35 parken. We hebben droomparken gekocht en zochten eigenlijk gewoon weer iemand die 1 merk weer op de kaart in Nederland zet, maar ook in Europa. En eigenlijk moet iedereen straks Europarks kennen, net zoals nu iedereen Corendon kent.
Dus ik mag hetzelfde avontuur nog een keer doen. En ja, ik had een contract voor het leven bij Corendon, maar deze uitdaging was gewoon bijzonder. Maar jouw functie is dus eigenlijk van een klein bedrijf iets groots neerzetten. Ja, ja, dat is eigenlijk in dat via marketing. Dus gewoon tot iedereen de naamsbekendheid van Europarks. Hè, dus dat is velen kennen het nog niet. Dus nu is dat 4-5%. En dat moet dus uiteindelijk 68% of en uiteindelijk 100% worden. Ik snap wel dat ze jou bellen op Volendam, maar als ze wat willen organiseren. Ik wil het zeggen. Podcast. Ja, ja, ik zit altijd te denken van hoe krijgen wij de PZN nou? Dus we bellen morgen. Ja, geen probleem. Ik heb het daarmee. Allebei dus. Ja. Kim gaat stunten. Wij gaan marketing. Wij gaan marketing doen. Ja. Dus ja. Goede verdeling. Ja. Jullie zijn ook vrienden van elkaar. Ja. Daarom zitten jullie naast elkaar. Misschien dat mensen denken, oké, stuntman, marketing. Ja. Hoezo? Vechten elkaar de tent uit. Ja. Ja. Dus, Maar vragen jullie elkaar ook om zakelijk advies? Nou, hij heeft me net iets verteld voor de uitzending, waardoor ik hem morgen toch even ga bellen. Ja? Oké. Hebben we spoilers? Nee, maar Martin is hier, dat is zo groot. Daar moet je echt verstand van hebben. Dus dat is voor mij echt te ver van mijn bedshow. En dat zijn zulke enorme bedrijven. Want het gaat best snel en doet er makkelijk over. Maar dat is wel echt een serieuze handel. En dat is gewoon echt ook handel om wat je verantwoording voor moet afleggen. Verantwoording heeft hij helemaal. Diep respect. Het is groot. Ja. Mega. Je komt daardoor volgens mij ook wel over de hele wereld. Ja, ik maak zelfs nog in 2020, ondanks de corona, heb ik toch mijn vlieguren gemaakt. Maar ja, ik kom eigenlijk op alle bestemmingen en op alle plekken. Ik wil gewoon zelf altijd ook zien hoe het product is, wat je verkoopt. Want uiteindelijk moet je gewoon, als iemand van nam zegt, Martin, hoe is dat? Dan moet je wel weten hoe dat eruit ziet. Dus dan moet je dat kunnen vertellen. Dus ja, ik ben overal geweest en ik kom overal. Heel vervelend. Word, ja, al die pakken uitproberen. Maar dat is leuk. Want eigenlijk wat Willem ook zegt. Ja, ik zit nu ook in de jury voor de marketingprijs. Maar daar leer je ook weer van. Dan zie je weer andere dingen. En zo kom je overal kom je wel terecht. Ja. Dus, en Willem, heb je ook nog veel vlieguren gemaakt dit jaar? Want in het verleden voor het stunten? Nee? Nee, ja, ik haat vliegen sowieso. Dus als ik kan rijden, dan ga ik rijden. Maar goed, we gaan ook over de wereld. Dus dat moet soms wel. Maar met de juiste medicijnen en hoeveelheden alcohol kom je er toch. Eerlijk is eerlijk. Nee, ik ben afgelopen jaar, ik ben alleen voor een filmproject in Spanje geweest. En dat is platgelegd vanwege corona. Dus het is niet doorgegaan. In 19 wel, ben ik wel 2 keer weg geweest, maar vorig jaar gewoon helemaal niet. Dit moet ook allemaal zo snel mogelijk proberen te vergeten. Zitten er verschillen in met een stunt internationaal of gewoon in Nederland? Nee. Met voorbereidingen, alles is hetzelfde? Nee hoor, als je van een trappen valt, doet het hier net zozeer als in Amerika. Dus, maar niet qua regeltjes en al die in zoverre. In Amerika bijvoorbeeld, Engeland, heb je allerlei safety officer heb je daar op te zetten. Ja. Die gaat dan naar de stuntcoördinator toe. En die gaat dan, moet je allemaal lijsten voor invullen met allemaal ingewikkelde termen van of dat dan wel veilig is, ja of nee. Ja, uiteindelijk val je gewoon van die trap af. En moet je weten hoe dat moet. Zowel de mannen als de vrouwen. Dus nee, het is in Amerika filmen ze iets interessanter. Ben je ooit gewond geraakt, Wim? Een enorm gebroken hart een aantal keren. Maar voor de rest, ik heb nu wel. Ik ben natuurlijk geen 25 meer. Ik heb best zelf in die old days wel echt enorm gestunt. Wij hebben bijvoorbeeld de hele sessie 12 steden, 13 ongelukken gedaan. Ja, ja. 9 jaar lang. En alleen daar al ben ik 150 keer met een auto tegen een andere auto aangereden. Dat vind je wel een keer ergens terug in je lichaam. Het is toch mooi dat je ook dat allemaal combineert met het horeca. Met het horeca, wat er afgelopen jaar voor Willem, we hebben elkaar af en toe gesproken. En dan, ja, als je ziet wat de horeca meemaakt. En vooral hier op Volendam. En echt toppers hoor, hebben we in de horeca. Want iedereen werkt zich weer naar boven. Maar het is wel heftig.
Zie je nog een toekomst voor jezelf in de horeca? Zijn er nog nieuwe plannen? Zeker. Even los van... er was heel even sprake van dat Ome Jan verkocht zou zijn. Dat is niet doorgegaan, ook door de tijd. De man die het wou kopen, ja, die had echt ook even de pechprijs. Kan hij niks aan doen. Dus, en ik vind het prima. En inmiddels heb ik er alweer 2 horecabedrijven bij gekocht. Omdat de kansen nu ook komen. Ja, dat zeker. En ja. Waar we het net over het financiële slagveld, ook voor een klein minuscuul ondernemertje als ik, rampzalig groot is. Ja. Dus ik ben gewoon 3 tot 5 jaar van mijn werkleven kwijt. Ja. Dus niet op de janken, want het is wat het is. Schouders eronder, vol gas, de hendel naar beneden en nog even 5 jaar doorrammen. Ja. Ja. En dan pensioneren we maar op 61 in plaats van op 56. Ook goed. Ook goed. God geef in gezondheid. Ja, ja, maar nu precies. Ga je dus weer 2 nieuwe bedrijven opzetten. En misschien over een half jaar heb je er weer nog 3 gekocht. Nou, waar we heel erg naar... Het was wel grappig, want dat zaten we net ook even te praten. Waar je nu gewoon heel erg naar moet kijken is... iedereen gaat zich nu beseffen wat er gebeurd is. Ja. Dat gaat nu komen. Er zijn ook nog mensen die helemaal niet in de gaten hebben wat er nou eigenlijk gebeurd is. Maar alles wat we nu gekregen hebben, want de horeca heeft ook veel te weinig. Maar we hebben wel iets gekregen. Daar moet ook een groot gedeelte van gewoon weer terugbetaald worden. Ja. Dus daar komt best wel een heftige tijd aan. En ik hoop dat iedereen de klik in zijn hoofd kan maken. Dat je de aankomende 3 jaar gewoon voor niks gaat werken. Ja, bizar. Want dat is het ergste. Dat gaat mensen echt opbreken. Ja. En al dat gezeur van de mensen. Maar je moet toch een buffertje hebben. Ja, welk buffertje moet je dan hebben? Om 7 maanden dicht te gaan in een jaar. Daar bestaan geen buffertjes voor. En trouwens zijn om de wereld om te leven, niet alleen maar om te werken. Ja. En om geld op te stapelen. Geld moet rollen. En dat doen horeca-ondernemers over het algemeen ook. Je staat 12 tot 14 uur in zo'n hok. Ja. Ja. Luister naar de onzin van iemand anders. Met al. Dat is het eigenlijk wel. Maar goed, nou is het natuurlijk wel. Noem maar nog even 2 pils en 4 jekertjes. Nou, daar gaan ze hoor. Alle verhalen. Nou ja, als je dat 14 uur hebt volgehouden, dan moet je daarna een week naar de Efteling. Ja. Dus, Europark. Of naar Europark. Ja, maar naar Europark. Ja, ja, maar voor Europark dan nu. Het is niet een hele moeilijke periode om van zo'n klein... al bizar groot bedrijf, nog een groter bedrijf te maken. Kijk, het enige voordeel is dat de vakantiemarkt is nu... of de vakantiewoningen is nu heel populair. Ja, en eigenlijk wat we bespraken met Wim... Europarks is gekocht door een investeringsmaatschappij... en die hebben heel veel geld achter zich. En die komen nu heel veel kansen. Dus die hebben droomparken gekocht... en zo kopen ze nu steeds meer parken. Dus we groeien vanzelf of heel hard. Elke week, sinds ik nu betrokken ben, hebben we elke week wel een park erbij. Dus je wil het eigenlijk internationaal, de hele wereld wil je Europarks bekendmaken. Ja. In april openen we in Oostenrijk 6 parken. En dan in België, in Duitsland en dan Engeland. En dan, is Bonaire al open? Bonaire is ook open. Jammer, ik zag nog wel een openingstuntje daar. Ja, dus, maar Bonaire zijn we nu een nieuwe aanbouwer. Dus ik denk dat een openingstunt wordt. Oh. Dus, goeie deal. Ja, ik kan. Ja, ja, toch? Alleen maar winst in deze aflevering. Ik ben met zeehonden echt heel goed. Ja. Echt bizar. Nou, we hebben een keer die Boeing in die tuin gezet. Nu gaan we een andere stunt doen. Maar heb je nog verdere ambities naast je werk? Ook voor de gemeente, dingen organiseren. Ja, uiteindelijk, dat doen we nu met de Eden van Dam in Actie, waar we gewoon heel veel, waar we eigenlijk altijd klaarstaan. Ook ondernemers die langs willen komen, of de ideeën, samen met Ed Guit en Edwin Bols en mijn broer. Hebben we een hele groep nu gecreëerd. Ja. Daar staan we klaar voor. En als er wat is, dan sta ik wel klaar om te helpen. Ja, maar er is nog niks, nog geen nieuwe... Nee, op dit moment niet. Gelukkig konden we de LOVJ. En als ik nou zie wat er met die bingo opgehaald is... en wat er nu hier aan apparatuur is en hoe dat team mee werkt, is echt geweldig. Ja, omdat hier zijn ze heel blij met jullie. Dus jullie hebben gewoon hier echt een geweldige set nu. En als we zo iedereen mee kan helpen, want wij moeten even door deze tijd heen. Ja. Want ook Volendam wordt echt hard geraakt. En Willem, je zei net al over 5 jaar hopelijk pensioneren. Maar zie je misschien toch nog ergens in de toekomst stiekem hier en daar een stunt waarvan je echt denkt, maar dat wil ik dan echt doen? Nou nee, zeker niet. Want ik ben zelf echt uitgestunt. Laten we daar even heel duidelijk in zijn. Mijn laatste carrière move is regisseren van dingen. En dat gaat goed komen. Oké. Ja.
Dus dat is toch wel weer een andere... Zeker. Dat doe je als je op grotere filmset staat, doe je dat eigenlijk al een beetje. Ja. Wel in dat speciale hoekje. Ja. Maar er komen echt hele geweldige leuke dingen komen eraan. Gek genoeg, ook op Bonaire in Curaçao. Oh, serieus? Ja. En werk je dan mee aan films of series? Of... Dat zijn series voor de Nederlandse markt. Nederlandse en Duitse markt, ja. Ik denk toch dat we daar gaan samenwerken, toch? Ja, zeker. Ja, dan gaan we weer samenwerken. Dus binnenkort zien wij een Nederlandstalige serie en dat ze dan steeds op het Europarks in de huisjes zitten. Ja, dat is wel precies hoe het werkt. Weet je? Ik denk dat we Curaçao beneden als eerste gaan beginnen, Wim. Zeker, dat was hetgene waar ik jou over ging. Jij bent dan de stuntvrouw, dus dat wordt helemaal... En wij gaan een stukje marketing. Ja, en ik wou zeggen, wij zijn gewoon wel horen bij elkaar. Hè? Ja, dat van de PSN. Ja, ik denk dat we het wel kunnen afronden. En jullie bedanken voor jullie komst voor vandaag. Graag gedaan. Dank dat we mochten komen. En voor de partysnack van deze maand gaan wij naar Romy's Kitchen. Joehoe! Romy, wat gaan we vandaag maken? Wij hebben op onze menukaart dus een mega lekkere avocado toast. En die kunnen we natuurlijk ook in het klein maken. Dus wij hebben een mini avocado toast voor jullie bedacht. Oh, dat klinkt goed. En ik zie al een hoop, want bij avocado toast denk ik eigenlijk avocado op toast. Maar ik zie al hele Wij hebben een beetje een luxere versie. Ja. Ik begin wel even met twee stukjes. We beginnen met een klein stokbroodje. We hebben zelfgemaakte avocado smash gemaakt. Die gaat er eigenlijk op als topping. En dat is gewoon echt avocado trakken? Ja, met een beetje olijfolie. En er zit peper en zout in. En een beetje lime. Okay. Geheim van de chef. Even kijken hoor. Nou, we hebben veldsla dat erop gaat. En ja, hierna ga je eigenlijk gewoon bouwen. De bakjes af. Met oh, nog een extra stukje. Een verse avocado gewoon erop. Ah ja. Oh, ik hou ervan. Even twee dunne plakjes. Even kijken hoor. Dit is gepofte quinoa. Gepofte quinoa, oké. Dat maken we ook zelf. We doen er gewoon wat tomaatjes op voor de kleur en voor de smaak. Ja. Dat ziet er goed uit. En we hebben feta-kaas. Voor de pittige bite. Voor de bite, inderdaad. Het is ook wel erg lekker. En tot slot granaatappelpitjes. Oké. En hoe kwamen jullie daarbij, op om dat te doen? Ja, dus dat geeft ook wel echt een lekkere bite eigenlijk aan de toast in zijn geheel. En normaal gesproken doen we er ook nog een lekkere sunny side up eitje op. Maar dat hebben we nu niet gedaan. Wordt een beetje groot. Wordt een beetje krap. Maar in principe is dit hem. Oké. Dus ze mogen al eten. Van mij wel. Nou heb ik een expert bij me. Die is heel goed in het proeven van gezonde dingen. Ja, daar is ze. Ben ik al. En daar is ze al. Nu wordt het opeten aan zich wordt wel een uitdaging. Oh. Gelukkig ja, je mag van mij, ik kan ook even horen, ik kan een mes even erbij. Nee, dat is niet zo. Het is een happy. Eén in de mond. Goede tv. Toch? Oké, man. Ga jij maar eerst. Nee, maar nou, zet hem op. Oké. Het ziet er wel echt fantastisch uit. In één keer zo, hè? Eet smakelijk. Lukt het? Ah. Ach, wel goed. Wel hè? Ja. Nou, is hij lekker? Mm. Expert? Nee, ga lekker. Dat zag er weer lekker uit bij Romy's. Simpel appie en gezond. Ja. Daar houden we van. Werk jij ook veel met goochelaars en illusionisten? En, Wij hebben meegewerkt aan de eindshow van Hals Klok om te testen, niet dat het buiten de theater om, maar om te testen of het werkte ja of nee. Daar hadden wij een apparaat voor. Oké. Hele interessante materie, echt. Nou, wij hebben namelijk onze eigen Hans Klok in dit programma. En dat is niemand minder dan Peppino. En we gaan eens even kijken of hij ook wat stunts voor ons heeft vandaag. Hallo Kees, nou, heb je er zin in vandaag? Ik heb er zin in. Ik ook. En ik heb een truc. Wel? Die heb ik echt uit de stoffenkist gehaald. Die heb ik al 30 jaar... En het is, ik denk, ik ga hem even lekker doen. Nou, voor de love. Mega. Ik heb hier twee spellen kaarten. Ja.
Wijs jij een spelkaart aan. Ik ga voor de rode. Pak jij, hou jij de rode. Die is voor jou. Oké. Okay. Laat maar liggen. En ik heb hier... blauwe kaart. Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou heb ik gehoord dat je je vinger meegenomen hebt. Ja. Heb je vinger bij. Ja. Maar je eentje omhoog steken. En dan mag jij een kaart aanwijzen. Die. Zeker weten? Ja, 100%. Pak jij die kaart. Mag ik kijken? Je mag gaan kijken. Laat hem even zien. En je mag hem, oh ja, zo. Zet hem erop. Yes. Ja? Ja. Oké. Okay. Kijk, dan hebben we weer een soort relatie gemaakt. Ik praat echt over 25 jaar geleden, toen was ik bij Bart Smit en toen heb ik dit treintje gekocht. Leuk. Leuk. Ja. Ik denk, daar ga ik een trucje mee doen. Ja. Want kijk Kim, ik leg hem hier direct op. Ja. Jij gaat met je vingers hierop. En als hij gaat piepen, dan stop je. Dus okay. Als hij gaat rood worden, stop. Dan stoppen. Hou je vinger hier. Ja. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Hij stopt daar op een kaart. Ja. Welk moet ik nou nemen? Die of... wat? Nou, ik denk wel deze. Deze, ja. Dat dacht ik eigenlijk al. Ja. Dan pak ik deze kaart. Ja. Je had het dus ook... deze kunnen kiezen natuurlijk, hè. Maar hij stopte daar. Ja. Zou het nou niet ongelooflijk zijn als dezelfde kaart is wat jij net in die camera hebt laten zien? Dat is eigenlijk niet mogelijk. Niet mogelijk. Treintje kijken. Van Bart Smit. Kijken. Welke was het? Klaver 7. Ja! Yeah! Help. Nee, maar dit ken je niet. Ja, geweldig. En dat dan gewoon bij Bart Smit. Vroegere Bart Smit. Niet normaal. Maar, wat nou het leuke van het verhaal is, jij koos rood. Ja. En dan ligt er één gedraaid in. Dit gaat te ver. Nee. Dit ken niet. Jee. Mooi is deze. De oude doos, jongens, deze. Deze klaver 7 gaan met de rest van mijn leven achtervolgen. Dit bestaat niet. Nou. Vandaag staan wij bij het chocoladehuis van Joni Rundekamp. En Joni, hallo. Hi. Ik vind het super gezellig dat we hier mogen zijn vandaag. Nou, ik vind het ook leuk dat jullie er zijn. En ja. Ik zat even te denken en te rekenen, maar hoe lang zit je hier ook alweer? Wij zijn open gegaan oktober 2017. Ja, dus bijna ruim drie jaar. Ruim drie jaar. Ja. Goh, en het is natuurlijk een chocoladehuis. Het spreekt voor zich dat je chocola verkoopt. Maar het lijkt me wel een beetje een grote stap om alleen chocola te gaan verkopen en dan ook dat nog eens in een winkel te gaan doen. Is het op je pad gekomen? Hoe ben je bij opgekomen? Nou, veel mensen die denken, die vragen dan ook wel eens, is dat altijd al een droom van je geweest of zo? Maar dat is eigenlijk is het gewoon toeval. Ik studeerde in Delft en ik had daar een studiegenootje. En zij had haar moeder, die had 3 chocoladewinkels. En ik ging er af en toe eens naartoe en kijken hoe dat nou allemaal ging. En toen dacht ik, dit ken ik ook. En zo is het eigenlijk gegaan. En of je het kan, het is goed gelukt. Dank je wel. Al ruim 3 jaar. Dank je wel. Maar wat is nou eigenlijk jouw favoriete bonbon? Mijn favoriete bonbon? Nou, dat verschilt eigenlijk per dag. Dat klinkt gek. Maar okay. De ene keer dan heb ik trek in wit chocolade, andere keer in puur, andere keer in melk. Als ik nou echt moet kiezen, deze. De walnoot. De walnoot, ja. Maar vandaag zijn we hier natuurlijk voor het product met een P. En dat is de paashaas zonder naam. Ja, want we gaan natuurlijk richting de feestdagen. En wat hoort erbij? Een paashaas. Het is hier een hele mooie mal. En wat heb jij? Ik heb een champagnefles. En ik heb voor Kim... een piepkuiken. Met de P. Prima. Ook met de P. Ik doe het met die even voor en dan mogen jullie straks de paasvormen vullen. Je houdt hem al tegen de wiel en je laat hem helemaal vullen. Goed, heen en weer. En dan zet je hem in een andersom
op de trilplaat. Oh. En dan doen we. Met melkchocola vul ik de mallen altijd twee keer. Dat komt omdat melkchocola wat slapper is als pure chocola. Dan pure chocola. Even uittrillen. Onderkant. Strijk je even. Ja. Strijk ik even mooi af. Zo. En dan zet ik hem andersom op het bakje. Zo, daar kan flink wat in. Ja, je lust bij mij wel. Als je deze op hebt, dan kan je nooit meer in de jacuzzi. Oeh. Ja, dan moet je hem recht houden, inderdaad. Ja, en dat mandje moet je dan. Dan moet je hem eigenlijk even een klein beetje zo doen, dat het mandje goed vol loopt. Oh! Ja. Zo? En dan zet je hem andersom op de. Je moet hem wel even. Je moet hem niet helemaal erop duwen, want dan valt die trilplaat in de machine. Oh! Ja, dus zet hem maar andersom. Ja. Oeh. Zo gaat hij goed, ja. Yes. Nou, ik heb te horen gekregen dat de binnenkant nu hard genoeg is voor de tweede laag. Kijk eens aan. Dus ik ga kijken of dit net zo soepel ging als de vorige keer. Ja. Nou, we hebben een lang uur moeten wachten. Ja. Om het koelen. Ik ben wel benieuwd of het is gelukt. Nou. Deze heeft Mandy gevuld, hè? Dus dit kan nog alle kanten op. Nou, bedankt. Ja. Oh, wow. Complimenten, Mandy. Complimenten. Dankjewel. Ja. Wauwie. Dit is hij hoor. Ja. Zo. Perfect. Gelukt. De paashaas zonder naam. Ja. Prachtig. Ook met een P. Nou, zullen we er ook even wat moois van maken? Mooi ja. Pakketje. Yeah. Kijken of ik dat kan. Oké. Okay. Dan pak ik alvast een stukje plakband. Zo. Zo. Dus deze paashaas kunnen wij nu bekronen tot de PZN, de paashaas zonder naam. Ja, dat lijkt me een goed idee. Nou, ja. Vind ik, ben je trots? Ja, zeker. En dan is het einde is alweer bijna in zicht. Het is nu tijd voor In Bad met Mandy en een ventje uit een bandje. Met een ventje uit een bandje. Deze meneer is werkzaam bij PwC als non-financial risk management consultant, operational en IT risk. In de muziek kennen we hem onder andere van Sister Ray, Almost Famous, Top 2000 en talloze gelegenheidsformaties. Maar tegenwoordig kennen we hem ook als DJ Mollo. Sebastiaan, welkom bij In Bad. Dankjewel, Mandy. Nou, over dat laatste, over dat DJ, daar heb ik je al een paar keer op aangesproken. Want ik vind dus, als je uit Volendam komt en je heet Sebastiaan en je zoekt een DJ-naam, dan ga je toch voor DJ Seabass? Ja, dat kom jij ook elke keer vertellen, na het spelen. Maar Nick Boeter, die heeft mij gedoopt tot Mollo. En toen daarna ook DJ Mollo, dus vandaar. Oké, okay, maar we kunnen deze coronaperiode natuurlijk mooi aangrijpen als een moment voor naamveranderingen. Ja, dus het kan alsnog. Nieuw jaar, nieuwe naam, nieuwe... Ja. DJ Seabass. DJ Seabass, ik ga erover denken. Mooi. Over tot orde. Ik ga het over de muziek hebben. Wat is het verschil tussen Sister Ray en Almost Famous? Sister Ray bestaat langer en zat ik eerder in. En dat is wat andere soortige muziek. Almost Famous is wat jonger, wat moderner en ja, wat meer recent. Okay. En het verschil in muziekstijl, we spelen veel dingen hetzelfde. Maar Sister Ray is wel wat meer rock en daar doen we de top 2000 mee. Almost Famous is meer ja, wat moderne popmuziek ook ertussendoor. Oké, dus als ik het goed begrijp, is vanuit Sister Ray is de top 2000 band ontstaan. Ja. Want dat is een van de grootste muziekevenementen van het jaar in Volendam. Dat klopt.
Maar waar kwam precies het initiatief vandaan om die Top 2000 band op te zetten? Dat is een aantal jaar geleden, rond de jaarwisseling, toen de Top 2000 opgericht werd op Radio 2. Daarna kwam iemand met het idee om dat op lokaal niveau te doen met twee bandjes. Toen zijn Sister Ray gevraagd en Alaska. En toen hebben we samen een avondvullend programma gemaakt om Top 2000 avond te doen. En het jaar daarna is Alaska afgehaakt. En toen zijn we dat met Sister Ray verder gaan brengen met andere gasten. Okay. Dus steeds nieuwe zangers, andere muzikanten erbij. En dat doen wij eigenlijk nog steeds. Ja, want Sebastiaan, als ik nou een ventje uit een beentje moet opnoemen, dan sta jij toch zeker in de top 3. Want je ziet jou dus overal. Maar ik ben benieuwd waar het allemaal voor jou begonnen is. Nou, muziek was bij ons vroeger altijd wel aanwezig. Mijn vader speelt gitaar, altijd eigenlijk, thuis. En die was altijd wel een beetje aan het rommelen. En op een gegeven moment, toen ik 6, 7 was, toen moest ik op pianoles. Dat moesten mijn broer en zus ook. En toen kregen we elke week les, tot dat ik een jaar of 13 was. En dat hoorde er gewoon bij. En toen ging ik de puberteit in, naar school, huiswerk. En toen heb ik de piano een hele tijd links laten liggen. Ah, toch wel? Ja, en toen ik 18, 19 was, toen ben ik het weer een beetje gaan oppakken. Oh, dus je hebt toch wel een break gehad van een paar jaar. Ik had bij jou het idee dat wanneer je eenmaal de toets had aangeraakt, dat het helemaal into de piano was geweest. Nee. Het was echt een aantal jaar dat ik er niks mee gedaan heb. En toen eigenlijk door toeval in 2000 volgens mij opende toen de pianobar. Dat was nieuw, Nightlife pianobar. En daar ben ik toen een keer beland na sluitingstijd met een vriend van me, Kees Mooier. Toen gingen we daar even zitten en er stond daar een echte vleugel. Dus toen vroeg Kees van, mag mijn vriend misschien een paar liedjes spelen? En de man achter de bar die ik toen nog niet kende, Cornel, die zei, kan hij spelen dan? Ik zei, ik heb vroeger wel les gehad, dus ik achter de piano. En op dat moment, na een half liedje, komt Piet Veerman met zijn vrouw en een aantal mensen binnen. En die dachten dat ik dus de pianist was van de Nightlife Piano Bar. Dus ik wist niet hoe snel ik daar weg moest. Maar Piet ging naast me zitten. Die zei, alright, we're gonna sing a song. En toen moest ik dus met Piet daar liedjes gaan zingen die ik niet kon. Dus Piet die zei, een paar akkoorden. En toen spelen en zingen al de mensen van de piano heen. En toen meteen kwam Apet, die zat aan de bar te wachten. Want dat was de werkelijke pianist van de avond. Die zei, zal ik ook een paar liedjes doen? Dus die nam het over. En toen hebben we daar tot in de late uurtjes gezeten. Hey, wat cool! Ja, en dat vond ik zo leuk dat ik toen weer opnieuw de piano gepakt heb. En toen ben ik weer gaan spelen. Mega! Ja. Top! Nou, Sebastiaan, dan gaan we nu over naar de dilemma's. Non-financial risk management consultant. Goedemiddag. Of muzikant? Dat is moeilijk. In mijn hart denk ik muzikant. Maar in de praktijk denk ik dat het toch beter consultant kan blijven met af en toe muziek. Want dan blijft het leuk, wordt het geen werk. En muziek is als een soort piramide. Er staan maar weinig mensen aan de top. De rest staat onderaan. En je kunt beter, als je niet aan de top staat, maken dat je ook andere dingen te doen hebt. Wauw, dat vind ik een mooie metafoor. Sister Ray of Almost Famous? Ja, dat weet ik niet. Oeh, dat is moeilijk. Ik denk, daar kan ik geen keuze tussen maken. Dat is allebei leuk. Ja? Ja. DJ Mollo of toetsenist? Toetsenist. Waarom? Omdat ik, dat ken ik denk ik beter. Daar voel je iets meer op je gemak bij. Ja. DJ, dat is een hobby. Voor de leuk. Nou, ik moet zeggen, ik heb je dus een paar keer gehoord, maar dat deed je echt erg goed. Nou, dankjewel. Dat was echt superleuk. Nooit meer tv kijken of nooit meer piano spelen? Nooit meer tv kijken. Je kunt erg makkelijk zonder tv dus? Ja, ik kijk bijna niet tv. Oh, dan was het helemaal niet zo lastig in mijn. Nee. Goeie. Ik denk dat van tv weinig mensen echt wijzer zijn geworden in de loop van de historie dat de tv bestaat. Dus. Daar heb je een goed punt. Een dagje als gast naar Tomorrowland of spelen op de Beun met Kermis? Beun met Kermis. Ik vind het best wel grappig, want op de Beun spelen met Kermis is eigenlijk gewoon werken, of tenminste, ja. Maar iedere muzikant die ik tot nu toe in bad heb gehad, gaat toch voor spelen op de Beun met Kermis. Wij hebben dat met Almost Famous echt een keer of 4, 5 of zo mogen doen. En dat is echt het leukste wat er is. In het begin dan zie je alleen de tafeltjes een beetje gevuld met de mensen die dan al dus vol zin hebben.
daarna stroomt het vol en dan ga je spelen en dan breng je in tijd van 2 sets de hele dijk aan het stampen. Dat is het mooie, wordt het niet. Ja, echt nee, geweldig. Kan ik me absoluut voorstellen. Sam of Robert? Oeh. Ruud Nieuwboer. Weet je, ik laat het hierbij. Ik pak hem gewoon door. Dan zijn we nu toegekomen aan het laatste dilemma, Sebastiaan. Stel je voor, je wordt op een vliegtuig gezet naar een onbewoond eiland. Mooi resort, strandje, helderblauwe zee. Wie neem je mee? Kim of Ben? Men. Hé, hey, maar dat was snel! Dat was top. Kim, hoor je dat? Sorry, Kim. Martin, Willem, ik wil jullie hartstikke bedanken voor jullie komst. Het was echt een leuk gesprek, maar wij zien elkaar nog wel. Ook willen wij alle mensen thuis bedanken voor het kijken. En vergeet natuurlijk niet ons ook even te volgen op Spotify en even te luisteren naar de podcast zonder naam. Elke 2 weken een nieuwe aflevering. En deze aflevering kan je natuurlijk ook onbeperkt terugkijken op YouTube of op www.rtvlove.nl. En volgende maand zijn wij er gewoon weer. PZN wordt mede mogelijk gemaakt door Veerman Schilder en Afbouwcombinatie, juwelier Piet Schilder, Topsy, World of Fashion, Triple Showtechniek en Carré Wonen, Slapen, Keukens en Badkamers.